Volgens onderwijsdirecteur Gracia Fallis Ormskerk is het van belang dat het ministerie van Onderwijs ook veel meer aandacht gaat besteden aan huiselijk geweld. Het is van belang dat de zorgverleners die op scholen geplaatst worden kunnen herkennen aan kinderen als ze mogelijk te kampen hebben met huiselijk geweld. Het ministerie zal daarvoor ook de leerkrachten moeten trainen om de adequate begeleiding te kunnen geven. Zoals we gezien hebben, hebben we dagelijks te maken via social media om kinderen die dus constant aan het vechten zijn. En het is niet gewoon normaal vechten met de hand. Heel jammer is dat ze ook met wapens komen en elkaar zodanig te lijf gaan dat je er stil van wordt. Dr. Kloof heeft inderdaad zaken aangehaald waar ik zelf ook ben blijven stilstaan. Omdat het niet eenvoudig is als kinderen mishandeld worden of als zij zelf overgaan tot mishandeling. Dat heeft allemaal te maken met het huiselijk geweld. Kan een van de oorzaken zijn dat dat zich verplaatst naar een andere plek, op school, op straat. En dan heb je dit soort calamiteiten. Belangrijk is het dat leerkrachten toch wel zulke signalen, wanneer dus kinderen mishandeld worden, dat zij deze kunnen herkennen. Kijk, als leerkracht is het belangrijk om je kinderen alvast te kennen. Vaak genoeg kennen ze hun kinderen. Je weet als een kind vrolijk is, je weet als een kind normaal rustig is. Dat is het karakter. Maar je weet ook bij dat kind dat er soms iets anders optreedt. Dan zal je wel het oog moeten hebben als leerkracht om te weten van er is iets mis. Je blijft het volgen en kijken hoe het zich voltrekt. En wanneer je ziet dat het toch wel bepaalde vormen aanneemt die je niet herkent bij dat kind, dan ga je dan toch wel een beetje meer moeten toezien en kijken van nee, dit kind heb ik nodig om mee te praten. En ik moet dan daar gaan opletten wat er gebeurt. Wat zegt het kind me? Wat denk ik zelf? En dan moet je met dat kind gaan praten. Het ministerie heeft een traject uitgestippeld met maatschappelijk werkers, maar ook zorgverleners op de scholen. Is dit ook een van de taken die zij moeten meenemen om te herkennen als er iets mis is bij zo'n kind? Ik zal niet zeggen dat er direct maatschappelijk werkers zijn aangetrokken nog. We zijn voornemens dat te doen. We weten wel dat er zorgverleners zijn, leerlingbegeleiders zijn. We weten ook dat er decanen zijn op scholen. En dat is meer om dus inderdaad al dit soort calamiteit, om het zo te noemen, te herkennen, met kinderen te praten, open te staan om zeg maar de studenten, leerlingen, kinderen te ontvangen en hierover te praten en het ook aan te melden wanneer het dus zover is. Denkt u dat het tijd is dat er vanuit het ministerie gesprekken gevoerd moeten worden met onze kinderen die steeds weer een vechten op de scholen? En we hebben vaak genoeg gemerkt dat het gaat om Milo-scholen, LBGO-scholen. Hoe staat het daarmee? Krijgen ze een stukje begeleiding op een gegeven moment? We hebben onlangs ook een meeting gehad met de buurtmanagers onder leiding van meneer Kia. En we hebben gesproken over hoe we gezamenlijk dit probleem gaan aanpakken. Want het is een immens probleem. Dat kinderen zo elkaar elke keer te lijf gaan alsof er niks aan de hand is, dat vinden we triest. Maar we kunnen ook niet ernaar kijken en niets doen. Wat we moeten doen is alvast beginnen te praten met de kinderen. Praten met de ouders. Kijken wat je kind allemaal doormaakt elke dag. Toch? Als het kind eenmaal buitenshuis is, kunnen er allerlei dingen gebeuren. Praten, dat gaat helpen, want dan kom je erachter waarmee het kind zich bezighoudt. En belangrijk is, kijk, thuis is het eerste milieu. De opvoeding begint vanuit huis. Wat krijgt het kind mee? De school is bezig te vormen. En wanneer dat doordringt tot het kind, dan weet het kind ook hoe zich te gedragen. Nu kijken we ernaar, maar wat we sowieso moeten doen is echt bezig zijn en nu echt een oplossing of oplossingen zorgen. Is het van belang dat er een verplichtstelling komt met betrekking tot tassenonderzoek? Ja, ik denk dat er toch wel, zoals vroeger, had je dus steekproefgewijs, had je dus tassenonderzoek. En wat er allemaal naar buiten komt, is niet je maligheid. Wapens, allerlei dolk en lange messen, weet je? En dat soort dingen zijn schrikbarend. Nu neemt het agressieve vormen aan, want vroeger had je het ook.
Maar alleen was er geen social media om het direct tentoon te stellen. Nu heb je alles in beeld. Je zou dat eerder kunnen aanpakken omdat het direct in beeld komt. Het is schrikbarend. We moeten dat doen. Want die agressie leidt dusdanig op. En je kan als leerkracht misschien iets zeggen tegen het kind wat het niet zint. En dan kan je allerlei dingen krijgen. We willen niet daarop zitten wachten. Dus vandaar dat we preventief te werk moeten gaan. Denkt u dat er ook nieuwe maatregelen moeten komen met betrekking tot het onderwijs bij dit soort gevallen? Want hoe je draait of keert, er moet wel zwart op wit regelgeving zijn, zodat iedereen niet het idee krijgt dat het ineens is gekomen vanuit het ministerie. Hoe staat daarmee? Natuurlijk moeten er moeten er maatregelen komen, dat vroeg je toch? Ja. Net als wat ik zeg. Kijk, wanneer dat kind zich inschrijft op school, zijn er schoolregels. De regels staan er. Je komt niet zonder regels binnen de school. De regels worden ook voorgehouden aan de ouders. Er wordt dus getekend op dat document en het wordt weer naar school gebracht. Dat je akkoord gaat met de regels. Dus sowieso kun je niet binnen de school komen en het als een soort gangster op Jackson gebruiken. Nee toch? Je weet wat je allemaal binnen de school mag en wat niet mag. Je weet wat je op straat mag en wat niet. Zo weet je ook wat je thuis moet doen. En als dat het geval niet is, dan moeten we het gaan aanleren, bijbrengen.